3, 2, 1. Yeah! In de Druteswijk De Horst staat sinds zondag een nieuwe dorpspomp. De dorpspomp is geplaatst omdat in de vroegere Horst stond een gietijzeren pomp. En na de realisatie van het boek wat we over De Horst hebben gemaakt, is het initiatief genomen om in deze nieuwe wijk zo'n oude pomp terug te plaatsen. Vroeger stond er dus ook een waterpomp en die werd in 1867 geplaatst door de gemeente. Toen Druten in 1951 leidingwater kreeg, was er geen noodzaak meer voor de pomp en is die uiteindelijk weggehaald. Maar waar die staat? We weten ook niet waar die is gebleven. Dus we hebben aan de hand van oude foto's en verhalen met oud-Horstbewoners hebben getracht die pomp, een nieuwe pomp, zo goed mogelijk na te maken. Lijkt deze pomp ook een beetje op de oude? Dat vind ik wel. Ik vind het een mooie replica geworden. En er komt vers water uit. Het water smaakt uiteraard uitstekend. Het was mooi geweest als er bier in had gezeten, maar het komt gewoon uit de kraan. Dus het smaakt precies zoals het thuis ook smaakt. Het is veilig drinkwater. Het is een openbaar watertappunt. Ik denk dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van de pomp. En vooral door de kinderen hier in de buurt. Ik kan me ook zo voorstellen dat veel kinderen zoiets hebben. Nou, ga gewoon lekker op het knopje drukken en dan geen bekertje eronder houden. Denkt u niet dat er dan veel waterverspilling komt? Ja, nou ja, dat zal zeker gebeuren, denk ik. En nou, als het uit de hand loopt, dan moeten we er iets mee doen. Maar ja, het is toch ook leuk dat de kinderen met water kunnen spelen. Net als vroeger is de nieuwe dorpspomp ook bedoeld als ontmoetingsplek. Deze buurt kan dat initiatief wel gebruiken, dat hier een plek komt waar mensen samenkomen. Hier straks nog op een bankje wat we willen realiseren. En dat er gewoon leuke gesprekken gaan plaatsvinden op een mooie zomerse dag.